Voor de ondernemers van de gemeente Os volgt nu een spannende week, want één van hen wordt volgend weekend uitgeroepen tot ondernemer van het jaar. Dat is dus nog even afwachten, maar wat al wel bekend is, zijn de genomineerden voor de titel veelbelovend ondernemer van het jaar. In deze laatste aflevering van het Business Gala Nieuws stellen we de genomineerden aan u voor. We bezoeken ook de ondernemer die deze titel ooit voor het eerst heeft gekregen. Maar nu gaan we eerst naar de burgemeester van Os. Look at the stars, walk past the trees. In de vorige aflevering hebben we vooral veel gehoord over wat het belang voor Os is van de Business Gala. Hoe ziet u dat? Ja, Business Gala is voor mij een exponent voor hoe de ondernemers hard werken, maar ook op het juiste moment een feestje samen vieren. En daarnaast is het natuurlijk een fantastisch feest om elkaar te ontmoeten. Kortom, het is ontzettend belangrijk voor Os, want ondernemerschap is natuurlijk toch de basis van de economie. Ja, en als we het wat breder trekken, want u bent als burgemeester natuurlijk ook meer betrokken bij de regio. In hoeverre zijn de ondernemingen hier dan heel anders dan in de plaatsen eromheen? Nou ja, je kunt heel goed zeggen dat de ondernemingen in Os natuurlijk wel een brandpunt zijn hier in de wijde omtrek. Er zijn heel veel mensen uit de buurgemeentes die hier komen werken. Maar verder zie je onze ondernemers ook heel vaak terug in de regio. Je ziet dus dat in de regionale organen inderdaad ook onze ondernemers een belangrijke rol spelen. En dat is wel heel mooi. En u bent de voorzitter van de jury, dus u heeft een stem in wie straks ondernemer van het jaar of veelbeloofd ondernemer van het jaar wordt. Waar wordt er naar gekeken? Hoe maakt u zo'n keuze? Nou, een ondernemer van het jaar moet echt minimaal 5 jaar ondernemer zijn. Dus dat is een hele harde eis. En vervolgens moet het een solide bedrijf zijn, een stevig bedrijf. Er moet iets van een groei of een nieuw, iets vernieuwends in zitten, iets van innovatie. En voor de ondernemer van het jaar, die moeten we ook kennen. Dat moet echt iemand zijn die zich naast zijn bedrijf ook echt inzet als ondernemer op een breder terrein voor Os. En de veelbelovend ondernemer? Ja, die is vaak net gestart of heeft net een bedrijf overgenomen van zijn ouders. Dat is niet altijd zo. Het kan ook zijn dat ze net een hele nieuwe formule hebben neergezet. Dus dat is ook mogelijk. En dat moet echt iets veranderends zijn. Het moet een nieuwe schwung geven aan het bedrijf. Of het moet een nieuw concept zijn waarvan we echt vertrouwen hebben dat het de komende jaren een bijdrage is aan het palet van ondernemerschap. En is nou nu al bekend wie die ondernemer van het jaar en wie die veelbeloofde ondernemer van het jaar wordt? Ja, dat is bekend. Die zijn al bekend. Ja. Dus zo spannend is het nu. Ja. Nog maar een weekje en dan weet iedereen wie die titel krijgt. Ja, maar de mensen zelf weten het niet. Nee, dat maakt het zo spannend. Vorig jaar werd Jos van de Hurk van Kaal Mas de ondernemer van het jaar. Gerjan Kemperman en Ferry Brands van Gem Connection kregen samen de titel veelbelovend ondernemer van het jaar. Maar wie wint dit jaar deze titel? Er zijn 3 genomineerden. Marja en René van der Voorle zijn samen genomineerd. Naast een kwekerij runnen zij het Paddenstoelenhuis in Bergen. Anja Garretsen is sinds 2012 ondernemer. Zij zit met haar bedrijf in Netels op het Pivot Park in Os. En Fokke Roeland en Lonneke van der Locht hebben speciaal bierbrouwerij Ooijen overgenomen. Ons bedrijf is een ambachtelijke bierbrouwerij met restaurant. En we zitten gelegen in een oude boerderij in het buitengebied van Os. Dit is het Paddenstoelenhuis, de ruimte waar we mensen ontvangen die graag te gast zijn bij ons bedrijf. Mensen komen hier om iets te proeven. Mensen komen hier om bijvoorbeeld te koken, iets te leren over paddenstoelen. Maar ook dat ze een kijkje gaan nemen bij ons op het bedrijf op de paddenstoelenkweekruimte. Te zien van hoe paddenstoelen nou in het echt groeien. In Netels ontwikkelt nieuwe testen, diagnostische testen voor Q-koorts en voor de ziekte van Lyme. En daarbij gebruiken we een heel ander meetprincipe dan de huidige gangbare testen. Wij kijken niet naar antistoffen, maar wij kijken of de bloedcellen van mensen reageren op de bacteriën. Ja, dan hebben jullie het bedrijf eigenlijk overgenomen van jouw vader. Welke stempel drukken jullie daarop? Papa begon op deze plek 16 jaar geleden met het maken van Ooijen speciaal bier. Nou, dat deden we eigenlijk rondom de brouwerij. Nou, het verschil is eigenlijk dat we nu echt verder dan regionaal onze streekproducten willen verkopen. En zijn om die reden ook gaan samenwerken met 2 distributeurs.
We hebben hier een compost die we aangeleverd krijgen. En dan hebben we ongeveer 2 weken voorbereiding. En in die 2 weken zorgen we dat die knoppen gaan ontstaan. Hier zie je dus een knopje. En die knopjes die laten we uitgroeien tot kastanjechampignons. En nou bestaat dit deel van het bedrijf bestaat al zo'n 20 jaar. Klopt. Hoe is het nou zo veranderd in die afgelopen 20 jaar? Ja, we zijn door de tijd zijn we gaan specialiseren en zijn we toch wel meer op bijzondere paddenstoelen terechtgekomen eigenlijk. En waar we nou vooral telen zijn portabellas. En daarnaast hebben we oesterzwammen en shiitake. Dus we willen nog meer naar de bijzondere paddenstoelen eigenlijk. Dat is eigenlijk waar we aan het opschuiven zijn. En we hebben de taken heel duidelijk verdeeld. Ik pak echt de brouwerij en ondergedaan de horeca. En we maken bij bierbrouwerij Ooijen nu 7 verschillende speciaalbieren. En al sinds 1,5 jaar ook nog eens Maasworst bier. Dus jullie ontwikkelen zelf ook nog nieuwe bieren? Ja, heel erg. Ja, we zijn op zoek naar echte streekproducten. En daarin is de Maasworst bier een groot voorbeeld. Nou, uiteraard maken we de brouwerij Ooijen bier al de afgelopen 16 jaar. Maar de Maasbier is daarin nieuw. En dan hebben jullie ook een jurygesprek gehad. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ze hebben verteld zoals het zit. Fokke is verantwoordelijk voor de brouwerij, ik voor de horeca. En daar hebben we ons verhaal over gehouden en alles wat we eigenlijk betekenen voor ons. Ja, en we hebben uiteraard een biertje meegenomen. Daar zijn we uiteraard mee begonnen. Dus jullie zijn echt tot gesprek ingegaan met een biertje? Jullie hebben gewoon een biertje meegenomen? Ja, natuurlijk. Ja. En wat betekent de nominatie voor dit bedrijf? Voor mijzelf betekent het eigenlijk dat ik geslaagd ben in die overstap van een manager binnen een groot bedrijf naar het ondernemer zijn. Ondernemer zijn is, ja, het klinkt misschien als een open deur, maar het is echt een vak apart. Ik heb ontzettend veel bij moeten leren. En het feit dat mensen je dan toch zien als een veelbelovend ondernemer, denk ik van, nou, dan ben ik geslaagd. Voor het bedrijf levert het weer gewoon heel veel publiciteit op, veel uitstraling, nog meer zichtbaarheid in de regio. En ja, met een product als een Q-koortstest is dat gewoon business-wise gewoon heel praktisch en heel goed. We zijn het erover eens dat we de nominatie al heel waardevol vinden voor ons als bedrijf. Het betekent dat we wat meer nog in de picture staan. Je wilt ook niet weten, mensen die ons de afgelopen weken gebeld hebben, bloemen, cadeautjes, berichtjes, onvoorstelbaar. Maar ook mensen die bellen zeggen van, goh, kunnen we niet iets samen ondernemen? Vanochtend hadden we studenten op bezoek die zegt, ik wil wel een leuke opdracht bij jullie uit gaan voeren. Dat zijn allemaal contacten die heel waardevol zijn. Dus zelfs zonder die titel heeft dit eigenlijk al wat opgeleverd? Ja, ik denk alles wat hierna komt is goed. Het is natuurlijk hartstikke mooi om veelbelovend ondernemer te worden. Maar ik denk dat deze nominatie al heel waardevol voor ons is. Wij verdienen de titel omdat... Dat we niet alleen de lekkerste paddenstoelen maken, maar ook onze omgeving er op een belevende manier bij betrekken. Hartstikke interessant. Paddenstoelen zijn heerlijk. Bier is nog lekkerder. Maar ik vind toch echt dat Ineet Os veelbelovend ondernemer van het jaar moet worden. Want we hebben in een hele korte tijd een bedrijf neergezet. We hebben een product op de markt gebracht. En dat product is ook nog eens een keertje hartstikke relevant voor de regio Os. Tja, het is allemaal leuk en aardig dit. Maar vroeger kon je hier een kanon afschieten op de dijk. En tegenwoordig, als je Ooijen zegt, denkt iedereen aan de bierbrouwerij. Deze bieren, die hebben de toekomst. Ja, wie verdient dan uiteindelijk die titel? Ik vind dat ze het allemaal wel verdienen, maar ik ben benieuwd hoe de jury daarover denkt. De titel Veelbelovend Ondernemer van het Jaar werd overigens pas uitgereikt voor het eerst in 2005. En dat was aan Marco van Hulst. De eerste veelbelovend ondernemer van het jaar. Hoe was het om die titel toen te krijgen in 2005? Ja, heel erg spannend en heel erg onverwacht. Met name dat laatste. Ja, want toen de tijd was het zo dat er geen genomineerden waren. Dus die titel werd in één keer bekendgemaakt voor veelbelovend ondernemer van het jaar. Klopt. En op een hele ludieke wijze. Er was op dat moment een programma op DTV, De Step. En speciaal voor deze avond hadden ze voor de veelbelovend ondernemer ook een aflevering van De Step gemaakt. En dat betekende dat er een van de heren of dames uit de commissie, in dit geval een heer, op de step de Os heen reed. En kwam eigenlijk steeds dichter bij mijn bedrijf.
En in eerste instantie heb je dan nog zoiets van dat je denkt dat hij onderweg ergens gaat stoppen. Maar ja, hij stopte niet meer. Hij kwam heel erg dichtbij. Tot echt voor de deur. En even voor de mensen die het dan niet weten, wat doet dit bedrijf precies? Nou, inmiddels zijn er twee bedrijven. Ze waren er steeds één, VTN en BMD. VTN is de oudste van de twee. Dat is een groothandel in persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor brandweer, industrieën en andere overheidsinstanties. En de andere is BMD. En BMD produceert hier brandweervoertuigen. Ja, en omdat dat natuurlijk de eerste keer was dat die titel werd uitgereikt. Wat had u daaraan als ondernemer, als bedrijf? We hebben ooit wel eens dat we in Os, omdat we niet echt een bedrijf zijn wat in Os levert, maar eerder daarbuiten, van onbekend maakt ook wel eens onbemind. He, niemand weet wie wij zijn. Op dat moment weet wel iedereen ineens wie je bent. Dus het helpt je in je, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar personeel, op dat moment van hé, dat bedrijf bestaat ook. Oh, wat een leuk bedrijf. En heeft u nu uw zinnen gezet op die andere titel, ondernemer van het jaar? Nee, niet heel bewust. Ik vind het wel leuk dat je er zo naar vraagt. Want ik denk van god, het zou wel weer een hele grote eer zijn. En zeker 10 jaar na dato. Maar nee, daar ben ik niet echt mee bezig. Gaat u wel naar het Business Gala? Jazeker. Ik vind dat, zeker vorig jaar heeft men een volledig nieuwe koers ingezet. En ik vind die moet je als ondernemer gewoon ondersteunen. Dus met heel veel plezier dit jaar weer naar het Business Gala. En de haven van Ravenstein is dus straks het toneel van het Business Gala. Hier komt de Ocean Diva te liggen. Bent u een van de gasten op 14 maart, dan hoop ik dat u mag genieten van een heerlijke avond op de Maas. En hiermee komt het Business Gala nieuws ten einde. En wilt u nou weten wie nou die titel heeft gewonnen? Ja, dan moet u ons gewoon blijven volgen op DTV.